voorbij. Ja, we printen er tegenwoordig maar lustig op los. In 3D weliswaar. Met metaal, met meubels, medicijnen, vliegtuigonderdelen en zelfs stukken van huizen. 3D-printen is niet nieuw. Toch is er in de voedselindustrie wereldwijd grote belangstelling voor de 3D-printer Focus van Biflow. Een stukje uit het nieuwsbulletin van Australië. Chefs have been experimenting with a bizarre new way of making food using a 3D printer to make red meat. The computer-created protein cuts are just the start of the trend that could have both health and cost benefits. Foodies craving the unconventional could sink their teeth into this bold new form of food, 3D printed red meat. 23 years ago, if you said I'd be cooking 3D food, I would probably laugh at you, but the future's here right now. Ja, dit is leuk om te zien. Is dit nou de gemiddelde reactie die je krijgt van mensen die dit voor de eerste keer zien? Als het over 3D voedselprint in het algemeen gaat, is dit eigenlijk altijd wel de reactie die we krijgen. Ondanks dat het al 7 jaar bestaat. Hè, het is eigenlijk al 7, 8 jaar geleden is het al bedacht, 3D voedselprinten. En het is eigenlijk nu pas echt commercieel op de markt. Hè, ja. Mede door Biflow, door ons bedrijf. En met vleesprint is het natuurlijk wel iets extra unieks wat wereldwijd aandacht heeft gekregen. Zeker, want ja. Jullie zijn daar uitgenodigd door de Australische organisatie MLA. Ja. Omdat er zou te veel restvlees zijn. En dat zou allemaal onder de kostprijs verkocht moeten worden. En ze vroegen eigenlijk van, kunnen jullie daar niet iets mee? Ja, dat was een heel interessante vraag. MLA is inderdaad een van de grootste vleesverwerkers in Australië. En zij produceren vlees voor supermarkten onder andere. En wij willen, als wij naar de supermarkt gaan, dan willen wij alleen maar een mooi stukje biefstuk of een mooi stukje kipfilet waar niks meer aan zit. Ja, dat betekent dat er heel veel kwalitatief supergoed vlees overblijft, wat er niet heel mooi uitziet. Maar wat eigenlijk een tweede leven zou moeten krijgen, omdat het nu inderdaad of tegen kostprijs verkocht wordt of weggegooid wordt. Nou, zeker als je het over voedselverspilling hebt, vinden wij dat we daar een rol in zouden moeten spelen. Dus we zijn op uitnodiging van MLA naar Australië gegaan en hebben een week lang met onder andere chefs en Michelin chefs hebben we geëxperimenteerd van wat kunnen we nou met dat vlees. En we hebben dat vlees in een cartridge gestopt, want dat is eigenlijk wat 3D footprinten is. Ja. We stoppen ingrediënten in een cartridge. In plaats van inkt zit er iets anders in. Precies, of in plaats van inkt zit er iets anders in. Die cartridge stoppen in de printer en die maakt er eigenlijk unieke vormen van. Een hamburger in een gekke vorm, wat je net ook voorbij zag komen, de Berenhap 2.0 van Jan Smink van de Libreien. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. En chefs zijn bereid om soms 10 keer meer voor dat vlees te betalen. Dan 10 keer meer? Ja, wat ze er maar over krijgen. Dus minder verspilling. En meer geld, je kan meer verdienen. Maar dat is economie zoals we willen zien eigenlijk, toch? Ja, en dat is voor MLA is dat interessant. Voor de wereld inderdaad, voor voedselverspilling. Maar ook voor die chef. Ja. Want de chef is... Hoewel dit eigenlijk als een marketingstunt begonnen is bij jullie, hè? Ja, het is eigenlijk als grapje begonnen, foodprinten. Omdat wij gespecialiseerd waren in materiaalonderzoek. En dus ook siliconen, keramiekprinten. Maar ik kan niet elke keer keramiek gaan printen, dat is hartstikke duur. Dus Floris, mijn broer, die stopte er dan maar Nutella in. Want dat is wel zo makkelijk en dat is goedkoop. En mijn vader dacht, oké, nou, we gaan die printer verkopen. Dan gaan we een pop-up restaurant doen om eigenlijk te laten zien dat je met deze printer alle materialen kunt printen. Plastic, keramiek, siliconen, maar dus ook eten. Ja. Hebben de samenwerkingen opgezocht met Michelin-chefs. Tim Rauwe uit Berlijn, Joël Castagne uit Spanje. En die waren razend enthousiast. We hebben prachtigste dingen gemaakt. Maar niemand wilde die multimaterial printer hebben. Niemand wilde iets met keramiek of siliconen. Maar iedereen wilde iets met dat food. Eten. Ja. Ja, en zo zijn we daar eigenlijk ingerold. Ja. Oké, want we hebben er hier eentje staan. Ja. Jij kunt hem aan gaan zetten. Want dan gaan we ondertussen ook even kijken naar een filmpje. Want je gaat hier live iets printen dus. Waardoor we dadelijk... Ja, wat komt eruit? Chocola, ganache. Ja. Nou. Kijk eens aan. Doe maar. Ja, want jullie zijn gestart dus in 2015. We hebben al inmiddels best wel wat grote namen ook weten te binden. Samenwerking met Verstegen, met de grootste chocoladeproducent ter wereld, Callebaut. Ja. Daar jullie ook mee bezig. Nou, je noemde net al even Jan Smink, hè, van 3 sterren restaurant De Libreien. Ja. Maar ook met Maison van de Boer. Ja. Laten we daar eens even gaan kijken. Leuk. We gaan vandaag een moderne versie maken van de salade met geitenkaas met behulp van de 3D-printer. Nou, we hebben eigenlijk een vars gemaakt, een zachte vulling van geitenkaas. En die gaat in de injectiespuit van de printer. En de printer gaat een motief printen van een honingraad. Ik denk vooral dat je iets kunt brengen op een bord wat je met de hand niet kunt maken en digitaal wel. En dat het naar de gast toe heel erg gaat spreken. Dat geeft een heel ander beeld van een gerecht. Eigenlijk alles wat je tot een vars kunt maken, wat spuitbaar is,
Dus dat zijn een heleboel dingen dat we dat kunnen gaan gebruiken. Ik heb er tot nu toe alleen de geitenkaas mee gemaakt en de chocola en de boter. 3 weken geleden heb ik dit voor een imker thuis gedaan op een huispartij. En toen hebben we zeg maar een grote honingraad op het bord geprint. We hebben er vandaag een kleintje. En dan hebben we de honing gebruikt van de imker. Ja, dan scoor je gewoon punten bij zo'n gast. Het ziet er fantastisch uit. En ik verwacht ook dat de smaak overheerlijk is. Het mooie aan deze 3D footprinter is ook dat het een stukje belevenis. Nou, ze kunnen zien zeg maar, hoe een 3D footprinter aan het werk is. En tegelijkertijd kunnen ze zeg maar, ook het gerecht nuttigen. Ik vond het echt heel lekker en het was gewoon zonde om op te eten, zo mooi. Ja, want het is het wel. Het ziet er prachtig uit. Volgens mij onze printer is al klaar. Hij is net klaar. Ja, ik zal hem even pakken. Ik ben toch wel heel benieuwd wat het nou is geworden. Inderdaad. Maar even, Nina, is dit nou niet ook gewoon een beetje een hype, zeg maar? Net als bijvoorbeeld op een gegeven moment dat je dat moleculair koken. Dat heeft ook nooit echt heel erg doorgezet. Buiten dat je natuurlijk dat fantastische creaties kan maken. Ja, we moeten hem wel even laten zien. We gaan hem even laten zien. Jij mag hem proeven. Kunnen we dit zo aan de camera laten zien? Zo. Ja, het plaatje is een beetje vies, zie je? Ja, het is een beetje, vetter geworden. Maar jij mag, hem even ik proeven. Ik ga het met veel of dat plezier... Lekker is. Maar is het een hype, denk je? Nee, dit is, nu is het natuurlijk leuk. Hè? We verkopen aan Michelin-chefs, aan mijn zoon van de Boer... die daar prachtige desserts van maken of prachtige gerechten. Maar het heeft absoluut de toekomst voor de voedingsindustrie. We hebben het er net al even over gehad. Hè? Foodverspilling, food waste. Ja? Daar gaat dit absoluut een rol in spelen. Niet alleen voor vlees, maar denk ook aan groente en fruit... waar een plekje aan zit wat niet meer gebruikt wordt. Kliekjes die in de koeling liggen waar nog iets mee gedaan moet worden. We moeten eigenlijk ook veel bewuster met eten omgaan. Hè. We moeten niet meer massa gaan kopen, maar veel gerichter gaan kopen wat goed voor je is. Daar komt ook allemaal met big data en DNA-paspoorten gaat daar heel goed naar gekeken worden. Maar het heeft ook een heel belangrijke toepassing voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ja. Denk aan mensen met slikproblemen. Wat heel veel mensen niet weten. 8% van de ouderen heeft slikproblemen. Wij kunnen weer prachtige gerechten maken. Eten Juist. Is beleving. En daar gaan we En erg lekker. Nou, hij eet gewoon door. Dus ja. Ik denk dat we het daarbij bij moeten laten. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Ja, want dit was hem alweer. Booming Brabant voor deze week. Hou ons vooral in de gaten. Ook op Facebook en LinkedIn. En mocht je nog wat kwijt willen, dan kun je ook mailen naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Hele fijne dag nog en heel graag tot volgende week. Ja?